Hoi, welkom bij Frits Kuiper Groningen. Deze keer een how-to. Een how-to paludarium bouwen. Wij laten jullie zien in deze video hoe je een paludarium opzet, hoe de inrichting gaat, wat komt het mooiste voor jou uit, welke producten gebruiken wij. Dat laten we je allemaal zien. Ga je met ons mee? Nou, we gaan een paludarium opbouwen. We beginnen natuurlijk met de basis van het paludarium. Het skelet wat wij neer gaan zetten. Om de opbouw van de stenen en van de planten en van de soil en alles straks op te gaan monteren. Oké, nou, waar maken wij het skelet van? Wij hebben het skelet gemaakt van foamboard. Foamboard is een achterwand die je normaal in je aquarium plakt. Maar wij hebben deze in ons paludarium geplakt in bepaalde stroken. Waar dus later de structuur op gemaakt wordt. Welke foamboard hebben wij gebruikt? Je ziet hier de foamboard van HS Aqua. Deze heeft al een hele mooie structuur. Alleen hebben wij de structuur niet gebruikt. Wij hebben de saaie achterkant gebruikt. En waarom hebben wij de saaie achterkant gebruikt? Omdat wij die gaan bekleden met Dragon Rock. We hebben grote stukken Dragon Rock gepakt. Die hebben wij in allemaal kleine stukjes gekapt met de hamer. En die hebben wij verder met siliconenkit op de achterwand geplakt. Je kan dus kiezen voor welke kant je wilt gaan gebruiken. Kies je voor de makkelijke kant. Dat is deze, hoef je er dus eigenlijk geen stenen op te plakken. Nou, die hebben wij beplakt met Dragon Rock. Dit is Dragon Rock. Dragon Rock is een hele poreuze steen die heel makkelijk ook stuk te slaan is. Als je de Dragon Rock in allemaal kleine stukjes hebt gekapt, zoals daar, kun je die dus op het skelet plakken met siliconenkit. Daarmee kun je de stenen, de poreuze stenen, dus op het skelet plakken. En zo kun je een hele mooie hardscape maken, zoals ze dat zeggen. Als de stenen allemaal mooi op zijn plek zitten en die zitten vast, gaan we het verder afwerken met spiderwood. Spiderwood heb je in grote stukken, die je dus aan de achterwand ziet, die er mooi uitsteken. Maar je hebt ook kleine twigs, zoals ze dat noemen, kleine stokjes, die je gebruikt voor de details. Dan is natuurlijk een paludarium niet compleet zonder de juiste verlichting. Nou, we hebben gebruik gemaakt van de T5 unit van Reptile System. Dat is een UVB lamp. En UVB is de juiste vitamine die de planten en de dieren nodig hebben om te groeien. UVB, dat haalde de dieren in de natuur uit de zon. Nou, die hebben wij erbovenop geplaatst. Die zie je hier liggen. Ik weet niet of het op de camera goed ziet. Deze lamp. Nou, dan hebben wij daarnaast voor het extra licht ook nog een mooie Superfish Slim LED geplaatst. De Superfish Slim LED is eigenlijk gewoon een LED-lamp die enorm veel opbrengst heeft. Dus gewoon voor het felle verlichten van het paludarium hebben wij deze er nog bij opgezet. Dan zijn we aangekomen bij de Terrano. De Terrano is eigenlijk een kokosvezel, wat heel fijn is. De kokosvezel die zit op de achterwand geplakt, ook weer met kit. Die zie je daar zitten. Dus bepaalde plantjes, die kun je daar dan weer opplakken. De Terrano kokosvezel. Ook een heel mooi product, kun je ook gebruiken trouwens als soil waar je je planten inzet. Op de bodem hebben we natuurlijk een mooi licht zand. Door gebruik te maken van het lichte zand heb je ook dat het terrarium ook mooi oplicht. Dus ik zou ook zeggen, gebruik niet te donker zand. Want dan wordt het allemaal heel donker van. We hebben gebruik gemaakt van de Zanzibar Red. Een heel mooi zand. Nou, dan nog iets heel moois. Wat wij zeker niet kunnen laten ontbreken op dit paludarium. Dat is mist. 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 Het woord zegt het al. Het is mysterieus. Je kan hem instellen op verschillende tijden. Wij hebben dus gebruik gemaakt van de Hobby Hygro System. Het wordt gevuld met water. Je stelt in hoe vaak en hoe lang die per dag mist moet geven. De mist die komt bovenuit het paludarium en het blaast als een soort nevel door het paludarium heen. Het is als het ware in de ochtend in het bos dat het gewoon een mooie dauwdamp is. Niet alleen is het optisch heel mooi, maar het zorgt ook voor de juiste luchtvochtigheid in het paludarium. Heb je een paludarium met gifkikkers bijvoorbeeld, dan moet je echt heel veel zorgen voor mist. Veel luchtvochtigheid, een hoge luchtvochtigheid is een beter woord. Dus je hebt hem dan, ik zou zeggen, nou, elke 10 minuten bijvoorbeeld heb je hem even 2 minuten aan.
Of je zet hem eventjes elke half uur, zet je hem 10 minuten aan enzovoort. Heel veel instelmogelijkheden. Ook een mooi apparaat. Nou, zoals je ziet is het paludarium inmiddels klaar. De planten zijn geplant. De dieren zijn aanwezig in het paludarium. Wat zie je hier nou eigenlijk? Je ziet dus een paludarium, zoals we al genoemd hebben. Wat is een paludarium? Een paludarium is een combinatie van een aquarium en een terrarium. En wat je dan eigenlijk nabootst, dat is dus eigenlijk een regenwoud. En in dit geval een regenwoud aan de oeverkant. Wij hebben gekozen voor wat mooie guppen, mooie entlerguppen. Wij hebben gekozen voor natuurlijk moerasplanten. Mooie bromelia's, mooie grassoorten. Verder hebben wij in dit aquarium wat eigenlijk de hoofdbewoners zijn. Dat zijn de bombina-patjes. De Bombina orientalis. Dat zijn de hoofdbewoners. Verder zie je een mooie waterval die opgezet is. Wij hebben hier gebruik gemaakt van het Eheim Professional 4 filter. En dan de thermoversie. En de thermoversie heeft als voordeel dat deze dus een verwarming erin heeft zitten. Wat is het voordeel daarvan? Dat je dus eigenlijk het hele paludarium de temperatuur kan sturen met de watertemperatuur. Dus wil je bijvoorbeeld gifkikkers houden die wat hogere temperatuur moeten hebben en een wat hogere luchtvochtigheid, dan kun je de temperatuur ook gewoon van je filter wat gaan opschroeven en het paludarium zal daarom ook wat meer verwarmd worden. Nou, zoals ik jullie net heb laten zien, hebben wij de Hobby Hygro System geïnstalleerd. Deze zorgt voor een mooie mist in het terrarium. Paludarium, al die namen. Dat is mysterieus, het ziet er mooi uit, maar het zorgt er ook voor dat de luchtvochtigheid hoger wordt. Nou, deze gaan we natuurlijk ook even aan jullie demonstreren. Nou, je ziet de mist, die komt als het ware uit de waterval. Het is gewoon een slang die je moet monteren in je terrarium, paludarium of aquarium, waar de mist dus uitgeblazen wordt. Nou, de Hygro System van Hobby die heeft een groot waterreservoir. Een groot waterreservoir wil zeggen dat je er lekker lang mee kan doen. Je hoeft niet elke dag bij te vullen. Je kan gemiddeld, als je een aantal keren per dag het apparaat zijn werk laat doen, toch wel een dag of 3-4 zonder bijvullen alles lekker laten draaien. Nou, we hebben de ruitjes voor de opname eventjes gedemonteerd van dit paludarium. Als de ruitjes dicht zitten, dan blijft de mist natuurlijk nog veel beter hangen. En dan zal het terrarium, paludarium, op den duur helemaal gevuld zijn met een mooie nevel. Wat weer zorgt voor de juiste luchtvochtigheid. Nou, in deze video heb je gezien hoe je net zo'n mooi paludarium als dit thuis ook kan neerzetten. Heb je vragen over de bouw of over de producten die wij gebruikt hebben? Dan kun je ze stellen via Facebook, WhatsApp of natuurlijk gewoon via de telefoon. En gezellig langskomen is ook altijd een optie. Tot de volgende keer bij Frits Kuiper Groningen. Tot ziens. Hoi.